probeer daar zo normaal mogelijk mee om te gaan. Ik noem het altijd geen examengevoel. Ja? En wat ik ook graag wil, als jullie zeggen, joh, kunnen we daar of daar een beetje extra aandacht aan besteden? Wacht er dan niet mee tot het eind van de rit, maar dan zeggen we, goh, had ik dat geweten? Beetje, hè? Normaal gesproken letten wij nooit op tijd. Maar ja, als je dus meerdere mensen achter je na hebt, ja, dan moet je een klein beetje de tijd in de gaten houden. Dus als er bepaalde dingen zijn waarvan jullie zeggen, kunnen we daar of daar een beetje extra aandacht aan besteden, laat het me dan op tijd weten. Nou, kom voor de draad ermee. Aanleuning. Ja, oké, okay, dat ja, begrijp ik. Vooral in de overgangen vindt hij dat heel moeilijk om dat te houden. Ja. Ook omdat hij maait en nogal groot is natuurlijk. Maar weet je wat dan een belangrijk punt is, San? Dat is ook zo. Om die reden doe ik dus mijn clinics buiten de deur altijd voorafgaand aan de praktische lessen. Een paar theorielessen, maar daar hebben wij hier de omstandigheid niet naar, wat ik je al verteld heb. Daarom doe ik altijd een stukje theorie met een paar filmpjes erbij. Omdat ik dus voor mezelf ervan overtuigd ben dat de meeste mensen niet weten wat aanleuning is. Ja. Dus de meeste mensen hebben een bepaald probleem met wat zij dan zeggen, met de aanleuning of met de houding of met de nageeflijkheid. En ik ben er voor mezelf van overtuigd dat heel veel mensen dus niet weten wat aanleuning is. He, dus als jij met je paard actief ontspannen naar voren rijdt en jij voelt de mond van je paard, je hebt verbinding op die twee teugels, dan is dat al een bepaalde vorm van aanleuning. Dus je moet eigenlijk niet te veel je paard van het bit af willen hebben. He, wat hij nou dus doet, nou loopt hij dus van het bit af en dan zegt iedereen, oh zo is hij mooi, zo loopt hij over de rug en zo is hij rond en daar was hij tegen de hand, weet je wel, dat weet iedereen wel. Maar niemand weet dat wat hij daarvoor doet, dat ook geen aanleuning is. Nou, niemand weet, dat klinkt negatief. Maar te weinig mensen realiseren zich dat dat ook geen aanleuning is. Maar dat hij gewoon naar zijn hoofd een beetje naar beneden doet om van de druk op dat bit af te zijn. En het moment dat hij iets van buitenaf ziet of wanneer hij te fris is, dan vergeet hij even dat die druk op de mond onprettig is en steekt hij zijn hoofd in de lucht. En daarna denkt hij na verloop van tijd, nou laat ik maar weer duiken, dan ben ik weer van die druk af. Dus als ik over aanleuning praat, dan zeg ik altijd, en dan moet je even heel goed op je in laten werken, de verbinding die je krijgt vanuit je voorwaarts rijden naar je hand toe, dat wordt aanleuning en dat is een heel ander begrip dan houding. Dus wat jij nu doet, is wat de meeste mensen doen. Ja, ja. En dat heeft, hij knikt en precies. Dus je hebt helemaal geen aanleuning. Dus je hebt, als jij je paard zijn bovenlijn vergelijkt met een zweepje. En je ziet veel instructeurs met zijn stokje staan. Ik doe dat zelf ook vaak. Om aan te geven dat ik een soort boogspanning in het paardse lichaam wil krijgen. Dan is dit wat hij nou doet. Daar is het zweepje gebroken. En dan wil je hem aanspannen. Doe je gewoon dat stokje, het voorend van het stokje gaat naar beneden. Maar er zit totaal geen aanspanning in de bovenlijn. Ja. He, dus wat heel veel mensen doen, is het paard in een bepaalde houding laten lopen. Die wij allemaal, ook ik hoor, mooier vindt dan wanneer hij zijn hoofd in de lucht steekt. Dat zou ik echt niet ontkennen. Maar het heeft nog echt niet alles te maken met aanleuning, met verbinding. Daarom praat ik vaak over de term verbinding. Dat maakt de mensen vaak wat wakker. Hey, ik moet een verbinding met die mond opbouwen. Ja, dus dat is eigenlijk waar. Oké, okay, nou ben ik al aan het lesgeven, terwijl ik je paard nog geen meter heb wat anders zien doen dan een beetje rondstappen. Maar, nee, maar dat is wel de theorie. Dat is wel het punt waar het om draait, hè? Ja. Momentje. Ja, deur vrij. Ik ben benieuwd wie er aan binnenkomt. Vol spanning. Ah, kom erin. En zet je hoed af. Oh, je hebt geen hoed op. Nou ja, dan hou maar af. Kom er maar in, dames. Dus dat is een belangrijk punt. Hallo. Hallo. Hi. Lotte. Rien. Hallo. Simone. Hallo. Hallo. Fotograaf van vandaag. Fotograaf van vandaag. Goed zo. Kan ik misschien daar in die hoek gaan staan? Jij mag zitten waar je wil. Okay, niet op mijn schoot, maar verder mag je zitten waar je wil. Oh, alles wordt gefilmd. Shit, moet ik uitkijken. Die gaan we nog heel vaak terugkijken. Oh. Dus San, als jij dus je aanleuning wilt verbeteren, dan is mijn eerste opmerking dat ik zeg, dan zul jij je paard meer voorwaarts moeten stappen. Dus jij zult meer de
activiteit van het paard van achterhand moeten gaan opvoeren. En die moet jij gaan gebruiken, dat die van daar naar jouw hand toe een verbinding gaat maken. Een aanleuning gaat maken. En dat zal misschien in beginsel wat zwaarder voelen en dat zal wat minder comfortabel voelen dan wanneer hij het bit zo loslaat. Maar dat gaat uiteindelijk in zijn lichaam en in zijn beweging en in zijn ontwikkeling en in zijn totale zijn een heel stuk beter voelen. Dus dit stilstaan wat je nu steeds doet, zou ik je dus afraden, want dat heeft helemaal geen zin. Dan leer je hem gewoon het bit loslaten, leer je hem gewoon bukken. En dat is eigenlijk net datgene wat we helemaal niet willen hebben. We willen gewoon dat hij naar voren, naar het bit toe stapt. Ezra, neem je teugels eens ietsje korter. Stap een klein beetje meer door, maar het is wel goed zo, Ezra, hoor, wat je doet. Sandra, probeer hem eens wat minder het bit los te laten. Bit los te laten laten. Klinkt niet zo mooi. En probeer eens iets meer naar je bit toe te rijden. Dat je zegt, ik rij naar voren. Ik neem mijn teugels wat korter. Heb ik nog één opmerking. Ezra, kom ook eens even een beetje deze kant. En Sandra, luister eens even mee. Als je nou je paard nog niet bevestigd hebt in de aanleuning. Wat natuurlijk... Schaam je daar niet voor, hè? Dat is bij wijze van spreken ons dagelijks werk op bepaald niveau om dat bij mensen voor elkaar te krijgen. Hè? Dus dat is helemaal niks om je voor te schamen, hoor. Dus dat is helemaal niet van een stap terug of zo. Juist niet. Het is juist dat we eraan werken, is juist een stap vooruit. Maar als je dat nog hebt, hè, dat je paard in aanleuning nog niet bevestigd is, wil hem dan ook niet langer laten in het begin. Want dan gaat dat paard elke keer als daar een beetje aanleuning komt, gaat dat paard weer denken, hé, waar is ze nou? Dan ben ik weer weg. Snap je wat ik bedoel? Dus je moet hem echt in eerste instantie op een normale manier voorwaarts stappen, naar het bit toe aan elkaar stappen. Dus wat je nou hebt, Sandra, dat gaat me beter bevallen. Ik zou hem nog iets vlotter willen hebben. En Ezra, bij jouw paard is het dan zo dat als je hem wat vlotter stapt, wordt hij een beetje vlugger. Ja. Daar rij je wel doorheen, dat komt wel goed. Als dat eenmaal in draf en in galop bevestigd is, krijg je dat in de stap ook alweer goed? Ja. Dit is goed. Dus probeer, kijk samen, dat is beter. Probeer die aanleuning in je hand te ontvangen. En rij daar naartoe. Goed zo, neem je nog maar iets korter, Sam. Ik weet je nog dat ik zei dat ik jullie even zou laten rijden. Nou, kan ik nooit, hè. Sorry, hoor. Als je wilt draven, mag dat, hoor. En als je wat vragen of zeggen wil, mag het ook, hè. Dat is niet eigenwijs, hoor. Gewoon waar je twijfel over hebt, kun je gewoon bespreken. Goed zo, Sam. Dat vind ik al beter. Stap maar naar dit en draaf maar aan. En hou maar verbinding. Zo, juist. Hou maar verbinding. Goed zo. Kijk, Sam, als je daar nou op doorwerkt, als je dat een paar maanden doet, krijg je ook een paard wat comfortabeler laat zitten. Goed zo, Sam. Goed zo, Sam. Rij maar door. Daar ben je de goede kant op aan het opzoeken. En natuurlijk is die te hoog, niet harder gaan, hoor. Zo, verbinding houden met die mond. Dus denk eraan dat je in het lichaam van het paard een soort aanspanningje wil creëren van zijn staart naar zijn oren. In de hele bovenlijn. En als je dat een beetje bevestigd hebt, dan kun je kiezen, nou laat ik mijn paard in het begin wat langer of wat, weet ik wat. Dit is goed, San. Heel goed. Verbinding houden. Klasse. Zo, ja. En als jij op deze manier je aanleuning rijdt, dan gaan we straks met die aanleuning, met die manier ga ik je even helpen in de overgang. Maar eerst dit gewoon naar voren aan elkaar rijden. Ezra, mocht je zover zijn, draaf je gewoon aan. Fijn naar voren draven. En ik hoop niet dat ik jullie te veel al beïnvloed. Hè? Dus ja, daar kom je wel voor, dat begrijp ik. Maar ik bedoel, je moet je wel prettig voelen. Wel datgene doen wat je denkt, dat zou ik anders ook wel willen. Sandra, goed. Ga maar niet sneller, Sam. Zo ja. Zo ja. Probeer maar actief te houden zonder sneller te gaan. Dat is ook normaal, Sandra, dat je sneller wil gaan omdat je paard anders uit elkaar loopt. Je hebt hem nu al veel meer bij elkaar, dan hoef je niet zo hard te rijden. Goed zo, Ezra. Goed zo, Ezra. Prima. Mooi actief aan elkaar houden, dat is goed. Als jullie wat te vragen hebben, kun je het ook doen, hè? Niet te moeilijk maken, hoor. Goed nou, zo, Sam. Dat heb ik dadelijk inderdaad wel, maar ik kom even in. Ja. Mag ook eens je camera uitzetten, maar ook. Heel mooi, Ezra. Heel mooi, Ezra. Zo aan elkaar houden.
Ik kan daar heel uitgebreid dingen over zeggen. Waarbij als je dan heel nuchter nadenkt, dat je realiseert, ja, wij doen eigenlijk dingen die zijn eigenlijk onlogisch. En dat is helemaal niet, dat heb ik niet uitgevonden hoor, begrijp je, dat is me gewoon geleerd hoor. Dat is niet wat ik heb Eureka, heb ik het ontdekt, helemaal niet. Ik heb het gewoon geleerd. Nee, maar dat stukje aanleuning is wel waar het, denk ik... 80-90% van de ruiten zit daarnaast. Ja, maar het is ook... als ik bij mijn paard, ik heb heel wat problemen met mijn paard gehad, ook met die aanleiding. Eigenlijk door die online filmpjes. Ezra, goed, sorry. Ja. Heel goed, Ezra. Goed wat je deed. Sandra, wat ik nou zou doen... Sorry, ik in de reden van... Wat ik nou zou doen, San, nou zou ik wel even door blijven rijden. Of draf, of galop, of draf, of galop. Want dat paard moet een beetje in zijn systeem krijgen... dat dit wat je nou deed, daar moet hij zijn lichaam in vinden. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar kan je een beetje voorstellen wat ik bedoel, San? Dat moet hij dus leren, dat in zijn manier van lopen gewoon wordt. Ja, je hebt die online training gevonden. Ja, nee, ik heb gewoon een paar filmpjes gezien, maar daardoor ben ik wel voor mij een eye-opener geweest. Maar dan ben je aan het kijken een beetje zo naar instructrices in de buurt, zeg maar, die daarop aansluiten. Niet hard gaan, Sam. En dan kom ik er toch achter dat er heel veel zijn die het echt van het in de krul rijden zijn. Ja. Als ik zeg 90% zit ik aan de hoge kant, denk ik, maar het scheelt niet veel. Het scheelt inderdaad niet veel. We krijgen bij ons in de buurt om eigenlijk die reden zijn wij, nou dat heeft niet zin met de buurt te maken, om die reden zijn wij ook, toen ik een bondscoach was, ben ik om die reden gezegd, ik wil wel bondscoach worden, maar wil ik ook iets met de opleiding te maken hebben. Want ik vind dat daar moet het beginnen. Daar begint het al met een goede opleiding. We hebben natuurlijk een heleboel goede topruiters. Die hebben we. Die doen het op hun ervaring en gevoel. En verzinnen het allemaal. Waar ze allemaal goed in zijn. Maar dat wordt heel vaak nagedaan. Je kunt dan met elkaar discussiëren. Is dat goed of is dat niet goed? Dat gaat ons helemaal niet om. Het gaat dat de mensen die op een normale niveau rijden. Eerst op een normale manier paard aan de teugel leren rijden. Ja. Ezra, ik vind het top wat je doet. Ik denk alleen, Ezra, dat het beter is dan jij denkt dat het is. Je moet dit wat jij nu hebt, hè. Moet je hoog inscharen, dus, maar moet je eigenlijk doorrijden. Eigenlijk doorrijden. Want door die overgang maak je hem eigenlijk een beetje... Blijf maar naar voren naar Jan. En daar mag je hem natuurlijk wel, als hij zijn hoofd eruit wil tillen, mag je hem natuurlijk wel begrenzen. Maar dat snap je wel, hè? Ja. Sandra, je doet goed. Dit heeft dit paard gewoon elke dag dat je rijdt nodig. Zo naar voren aan elkaar. Heel goed. Probeer Ezra, als het kan, zonder dat je verder verandert, je teugels een klein beetje korter te nemen en ze korter te houden. Zonder dat je paard daardoor meer vast gaat houden. Goed zo, Sandra. Vul maar op met je been. Ja, wat loopt daar nou mee? Ik was haar vergeten. Goed zo, Ezra. Goed zo, Ezra. Prachtig stuk. Ga door. Gewoon doorrijden. Verbinding houden en doorrijden. Verbinding houden en doorrijden. Komt vanzelf. Rij maar gewoon door. Niet opletten. Gewoon door. Juist. Zo min mogelijk terugspannen als je paard spant. Zoveel mogelijk zelf de ontspanning aangeven. Sandra, doorgaan zo. Je doet goed. Je doet het goed. Goed zo. Sandra, super. Ga door. Hou van verbinding. Ga maar door. Ezra, ben je al aan een galopje toe? Ja. Doe eens even zo op je gemak. En verbinding houden, San. Opvullen met je been. Dus aanleuning wordt te weinig. Dan drijf je met je been na je hand de aanleuning weer voor elkaar. Goed zo, Ezra. Rij maar door, Ezra. Prima. Rij maar niet te diep die hoek in even. Zoek het maar even nog niet op. Juist. Dus als je dit nog wat meer doorgereden hebt, dan kun je die hoek weer in. Ga maar niet de hoek diep in, San. Juist. Dan maar even zo, ja. En hou je teugels op maat, Sandra. Dat je paard vanuit de impuls naar je teugel aan elkaar komt. Goed zo, Ezra. Vul maar op met je been. Super. Dus het achterbeen kun je nu prikkelen. Van voren hou je het zo aan elkaar. Dan krijg je meer ruggebruik. Want dan duw je van achteruit. Het begrens je van voren. Dan komt de rug naar je toe. Dat is wat veel mensen denken. Als je hoofd naar beneden krijg ik de rug. Dat is helemaal niet waar. Hoofd moet in de juiste positie zijn. Dan kun je van achteruit tegenaan. Dan krijg je de rug. Dat is heel logisch. Als je de hoofd naar beneden doet, dan doet hij zijn hoofd naar beneden. Doet hij in de wei ook. Ja. Dan komt hij echt niet over de rug. Goed zo, Ezra. Fijn hoor. Teugels op maat houden, Ezra, hè?
Zal ik je straks even uitleggen hoe je teugels op maat moet maken, Esra? Want nou gooi je je teugel weg. Sandra, als je nou wilt, rij je even een voorwaartse overgang naar stap. Moet je even goed opletten, Sandra. Doorrijden, doorrijden. Nou moet jij denken, Sandra, niet aan de overgang. Maar jij moet denken, ik draaf voorwaarts en ik ga middenstap rijden. Voorwaarts draven en denk maar, ik ga middenstap rijden. Voorwaarts draven en middenstap rijden. En verbinding houden met die mond. Verbinding houden met die mond. En doorstappen. En verbinding houden, niet loslaten. Verbinding houden, kijk, zo. Zo krijg je de overgangen goed. Doorrijden, prima. En nou lang laten en belonen. Prima. Laat maar lang, laat maar lang, laat maar lang. Als je hem dan lang laat, wen hem dan aan dat hij, ja, dat hij dat mag. De neus weg. Dat hij naar voren weg mag. Goed zo, Esra. Hou je benen maar bij. Mooi, mooi. Goed zo, Esra. Mooi op maat hou je teugels en daar naartoe blijven rijden. Goed zo. Heb je alle beide handen gegalopeerd, Esra? Nee, hè? Ja. Doe je de andere ook nog eventjes? Sandra, zeg eens wat je ervan vindt en of je het begrijpt, of je erin kunt vinden. Ja. En ik vind het wel moeilijk om met die overgangen dat hij dan heel erg zoekende is. Ja, maar dat is altijd moeilijk, want begon je zelf al mee dat dat moeilijk was. Dus dat is nu in één keer niet veranderd natuurlijk. Ja. Snap je? Maar wat ik bedoel te zeggen is dit, hè. Als jij je heel erg focust op de overgangen, op de hoofd-halshouding, dan op dat moment focus je je dus minder op het feit dat je hem er naartoe moet rijden. Als ik tegen jou zeg, draaf actief en denk niet aan de overgang, maar denk aan ik wil actief stappen, dan komt eerder die overgang aangesloten, niet in één dag hoor, maar dan komt eerder die overgang aangesloten tot ontwikkeling dan wanneer je denkt, dan moet mijn hoofd naar beneden, zijn hoofd naar beneden, zo. Dan let jij, als ik het flauw zeg, op het verkeerde stukje van het paard. Je aanleuning is datgene wat jij in je hand ontvangt en wat je aan de achterkant in je paard opwekt en wat door zijn lichaam heen stroomt. En daarom, als je dus jouw paard meer en meer aan elkaar gaat rijden, dan wordt hij veel comfortabeler om te zitten. Maar dat gaat niet in een week, maar dat snap je wel. Ik heb nog wel even iets wat ik zo meteen uit wil leggen aan jullie allebei. Blijf rijden, hè, Esra. Blijf rijden, hè. Hou je been erbij, laat hem doorspringen. Goed zo. Scheef, ja. Heel even naar voren galopperen, Esra. Iets meer voorwaarts. Zo, dat is genoeg, zo ja. Zo ja. Zo ja. En dan doe je met beide handen die voorhand een klein beetje, met beide handen de voorhand een heel klein beetje naar binnen. Ook je rechterhand naar rechts ietsje, hè? Kom maar hier eens aan. Kom maar hier eens aan. Smak. Esra, heel even overgang maken naar draf en even naar stap. Sandra, even meeluisteren. Dat is heel belangrijk. Mooi voorwaarts draven, Esra. Goed zo. Juist. En mooi voorwaarts naar stap rijden. Gewoon denk ik, stap. Maakt niet uit, maakt niet uit. Juist, juist. Esra, goed hoor. Stap door. Pas lang laat als die stap ook goed is, hè? Doorstappen. En stap, doe je precies hetzelfde stap wat je in draf en in geloof. Ja, daar. Goed zo. En daar lang laten en belonen. Even heel, weet je wat heel belangrijk is als ruiter, en dat, daar leer ik zelf ook elke keer nog van, is dat als je dus je paard nog niet bevestigd hebt in het naar voren, naar de hand toe doorlopen, ja, dus het in aanleuning naar de hand toekomen, dan moet je je eigenlijk nog niet heel erg bezighouden met het feit dat die krom is, asymmetrisch is. Want ieder paard, ieder mens, iedere hond, kijk maar hond, waarom zeg ik nou hond, omdat je bovenop kunt kijken, hè? Zie je vaak je hond altijd een beetje zo lopen of een beetje zo lopen, dus bij een paard precies één. Ja. En pas wanneer jij, begrijpen jullie het nou als ik dit zeg, dat aanleuning dus veel meer is
datgene wat het paard in zijn lichaam tot één stuk maakt en wat je in je hand ontvangt, als dat het meer een hoofd-halshoudingje is. He, daarom stilstaan en een paard nalaten geven. Nou, ik zal niet zeggen dat ik het nooit doe. Misschien doe ik het per jaar ook wel eens twee keer, terwijl ik het 1000 keer rijd. Maar het heeft eigenlijk geen zin. Want dit is geen... Als ik nou een gymnastiek heb, trek God, ik had een trainer. Zeg, jongen, ben ik het? En dan lacht iedereen, jij zie, joh, doe ze normaal. Maar bij een paard doen ze het wel. Gaat het hoofd ineens naar beneden, ben ik hem aan het trainen. Je bent hem helemaal niet aan het trainen. Je bent gewoon zijn hoofd naar beneden aan het doen. Als jij je paard wil trainen, moet je dat lichaam naar het hoofd toe rijden en dat ontvang je. En dat lichaam naar het hoofd toe rijden is in eerste instantie, zoals bij ieder levend wezen, nog niet symmetrisch. Maar pas wanneer jij die twee uiteinden, die achterkant en die voorkant, aan elkaar gekoppeld hebt, kun jij invloed gaan krijgen op die asymmetrie. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Wend eens af, Ezra, kom eens hierheen. Wil je even kijken? Stel nou dat Ezra haar paard rechts bommel wil zijn. Verzin dan. Dat vind ik veel wel meer van voor jou, paard. Niet dat rechts, dat het niet de linkerkant bestaat voor haar. Pico. Stel nou dat dat paard bommel wil zijn rechts. Dus hij wil, dit is zijn lange, zijn bolle kant en links is zijn holle, zijn korte kant. Ja? En ze heeft hem zo naar voren aan de teugel gereden, in de aanleuning gereden, is beter, om verbinding gereden. Dan is hij nog wel krom. Wat wij als mens dan voelen, is dat hij aan de rechterkant zwaarder is dan aan die linkerkant. Dan gaan wij aan die rechterkant zitten porren. Als dat nou lukt, dan creëer je dus een S-ie zo'n paard. Dus als jij het paard dat hier bol wil zijn, hier hol maakt, blijft hij daar bol en hier hol, dan krijg je een S. Nou, dat lost niks op. Dus als jij hem nou aan elkaar rijdt, dus je rijdt hem in die aanleuning, zoals we nou besproken hebben, jullie eigenlijk allebei vrij goed doen. Dan probeer ik door met het rechterbeen in te werken, probeer ik hier vandaan mijn paard van die rechterkant af te rijden. Dus ga ik er vanuit dit, dat staat ook in dat boek, binnenbeen naar de buitenteugel toe rijden. Dus ik ga niet zo doen, ik ga zo rijden. Dit hol maak en naar de linkerteugel toe rijden. En dan plaats ik die voorhand zoveel mogelijk als nodig is voor die achterkant. Dan moet ik wel eerst verbinding hebben, aandoening hebben, wil ik invloed kunnen hebben op die schouderverplaatsing. Als dat nog fladderig is, nou, dan kan ik het hoofd daar, dan heb ik niet. Ik moet echt zorgen dat het paard van staart naar oor één geheel wordt. De volgende stap is dat geheel gaan we rechter richten, gaan we gymnastiseren, gaan we meer achterop rijden, wat een lange termijn plan. Eerst aan elkaar. Eerst verbinding naar de hand. Eerst aan. Duidelijk zo? Ja? En dan... Ja, maar je moet wel eerst weten wat je doet. Snap je? Dus als je... Ik ben het niet eens, hè? Maar wat je moet wel weten waar je naartoe moet werken. Anders dan zit je iets te doen zomaar uit de lucht ledig. Dit of dat. Esra, even één dingetje. Als jij je teugel verpakt. Stel je hem aan. En je doet zo. Dat moet je dan weten. Ja. Dan ben je je aanleiding kwijt. Dus dan... En als jouw paard zo ver is dat die aanleuning bevestigd is en hij loopt echt op de achterhand, dan kun je die teugel best pas loslaten. Want dan draagt hij zichzelf, maar nu is die aanleuning nog een soort steuntje. Ja. Dat ik het zo kan zeggen. Verzin die woorden maar een beetje ter plekke, maar die snap je wel, hè? Ja. Ik heb nog even iets wat ik heel belangrijk vind voor jullie. Moet je even denken, even meedenken. Om mensen uit te leggen wat aanleuning is, zeg ik wel eens, als ik een slang heb, zet de kraan open en ik heb een emmer. Aanleuning is energie wat in die emmer komt. Dat is aanleiding. Zet ik een emmer te ver weg, heb ik te lange teugels, kan ik 3 uur spuiten, komt geen druppel in die emmer. Zet ik de emmer te dichtbij, kort maken in de hand, hoop gespat, hoop gedoe, emmertje maar half vol, kwart vol, hoop water verspild, hoop energie, hoop paarden in de lucht springen, omdat het te dichtbij zit. Dus je moet die emmer precies aan het eind van de straal zetten, zodat ik alle energie, alle impuls, alle water in het emmertje, in je aanleuning ontvang. Daarom wil ik een paard, nou wil ik niet, daarom wil het reglement, en daarom is het voor de paarden niet goed, als je ze tekort in de hals maakt. Ze moeten een lange boog in die hals kunnen maken, met de nek uiteindelijk als genierpunt. En een paard kan best eens een keer wat achter de loodlijn lopen. Dat begrijpen we allemaal, het is geen stopverf. Hè? Je kan niet zeggen dat modelletje dat. Hè, maar in principe niet een korte hals, en niet een gebogen paard, en niet dit, en gewoon naar voren, naar twee teugels toe rennen. Dat hij vanuit de impuls aan je hand komt, dat is verbinding, dat is aanleiding. Dankjewel, Esther. Ja. Heb ik nog één dingetje, wat voor jullie allebei, dat gaan jullie leuker vinden dan wat ik nu gezegd heb.
Want dit is jullie huiswerk wat jullie nu moeten doen. Hè? Dat is dus de manier hoe je paard aan de teugel rijdt. Aan, in aanleuning rijdt, ja? Ja, is het een beetje. Ja, zo, vooral voor jouw paard, Sandra, omdat de achterbenen zo ver wegkomen bij het lichaam, is het heel nuttig. Allereerst de plaats die basiswerk. Naar voren, naar de hand, op verbinding. Dat de achterbenen een beetje dichter bij het lichaam komen. Ja? Nou kun je ook met zo'n paard in je stap wat oefeningen doen waarbij je het achterbeen, dat geldt voor jouw paard ook wel, maar dat is voor elk paard goed, want zijgangen zijn voor elk paard goed. He, dat maakt je paard soepel en sterker en gymnastische mee, plus een zijgang kan goed uitgevoerd tenminste, ook de hoge gewrichten van het paard inschakelen. Kijk, als ik rechtuit loop, dan loop, kan ik zo lopen, paard loopt vaak zo. Als die zijwaarts gaat, moet hij zijn heup mee laten, maar hij kan niet zuiver aan zijn knieën. Dus als je die zijgangen meepakt, kun je al die bovengewrichten een beetje mee laten doen. Alleen, dat moet je wel proberen te doen met behoud van deze aanleuning waar we nu over gesproken hebben. Ja. En wat dan een hele goede zijgang is, en die kun jij, Sandra, ook in stap gewoon rustig meepakken. In het begin al een beetje. Dan zet je paard een paar passen zo met zijn neus naar de muur. Als je een muur hebt, daarom heb ik zo'n hoge muur laten maken. Ik kwam gelijk. Eerst heb ik veranderd heb hier op de schot. Ik was zo'n laag randje. Dit is veel veiliger en veel beter. Dan zet ik een paard met zijn neus tegen de muur en laat ik zo een paar passen opzij lopen. En dan probeer je die hals en het lichaam zoveel mogelijk recht te houden. Dat gaat Sandra niet lukken. Dat vindt hij moeilijk. Dus je doet het eerst een paar passen voor je rechterbeen. Steek je over en naar rechts toe, een paar passen voor je linkerbeen. En je probeert zoveel mogelijk dat het lichaam van dat paard met de hals in dezelfde, nagenoeg bijna rechte lijn blijft. En alles wat we net gedaan en besproken hebben, van impuls naar de hand toe, blijft daarbij gelden. Dus je ruilt dat niet in voor datgene wat we nu doen. Goed zo, Sam. Goed zo, Sam. En weer recht zetten, afwenden. Naar de overkant. En nou wil ik hem eigenlijk afwenden, Sam. Aan de overkant ga je naar rechts, doe hetzelfde voor je linkerbeen. En dan moet je proberen of dat hij niet te hol wordt in zijn lichaam. Dat bedoel ik net. Hoe minder buigt hij in het lichaam, niet te stijl hoor, niet te stijl, Sam. Doe hem iets dichter bij de kant, Esra. Goed zo, Sandra. En recht zetten. Niet te lang, Sandra. Esra, sorry. Zet maar recht. Zet maar recht. Zet maar recht, Esra. Gaan we naar links. Gewoon naar links gaan. Esra, niet te lang. Een paar passen is genoeg, hè? Dan zijn we altijd gretig, hè? Ja, dat is menselijk. Doe het nog maar een paar keer. En dan daar actief bij houden. Sandra is goed. Valt heel erg mee, Sam. Super. Afwenden, Sandra. Heel goed. Sandra? Als jij dit meepakt in je werk en je maakt hem hier actief in en je gaat in de toekomst, ik weet niet wanneer, misschien wel volgende week al, daar een paar pasjes in draven, krijg je een heel ander gevoel in de rug. Want dan kan die niet met zijn achterbenen achter zijn lichaam draven. Als die onder jou zo aandraaft, krijg je gelijk een ander gevoel in de rug. Dan moet je heel veel meepakken met hem. Maar met dezelfde aanleuning die we net hadden, hè? Goed zo. Ja, en recht zetten. En als je dit nou een tijdje verder bent, dan gaan we naar schouder binnenwaarts toe. Dit zou je een soort schouder buitenwaarts kunnen noemen. Stap door, Esra. Actief stappen. Pak het eens een paar keer vaker mee, Esra. Een beetje die zijgang zo. Sandra, je doet goed. Prima. Niet te lang, hè? Dat is belangrijk. Goed zo, Sandra. En Sandra, na dat wijken, of schouder buitenwaarts. Goed zo. En nou recht zetten. En dan, als je het in draf doet, Sandra, dan in stap kun je recht zetten, oversteken. In draf wordt het dan weer zo'n slangenmens. Dus hij moet, in draf doe je het gewoon zo en zet hem maar recht uit. Ga maar gewoon recht uit. Juist. Doe het aan de overkant nog een keer en daarna, niet te vaak hoor, Sandra. En actief houden. Juist, goed gedaan. En verbinding houden. Aanleuning houden. Goed zo, Sandra. En nou ga ik je hand veranderen, Sandra. Doe het op de hand. Rij maar door, Sandra. Hou verbinding. Pak hem niet weg met je hand. Goed zo. Naar het bit toe rijden. Esra? Ja, ga maar. Ik denk, Esra, dat als jij in die oefening, hè, in die oefening zelf, een paar keer een overgangsstap eraf maakt, dat het al veel beter gaat dan je zelf denkt. En zijn neus niet naar binnen, hè. Recht hou. Juist. Geen travers nog. Goed zo, Sandra. En je been erbij. Goed zo, Sandra. Hou verbinding met die mond. Heel goed, Sandra. Top. Zo moet hij lopen. Zo moet hij lopen, Sandra.
En dan die zijgangen meepakken dat die achterbenen... Goed zo, Sandra. Goed zo, Sandra. Klasse. En dan je linkerhand wat naar links in dat voor je linkerbeen wijken, Sandra. Dus niet die hals rechts hol laten worden. Beetje moeilijk als op je afkomen welke kant links is. Ja, zo. Ja, goed, Sandra. En je recht houden. Prima. Ja, tuurlijk. Je mag ook koffie of iets pakken, hoor. Oké. Okay. Ja, San. Goed zo. Prima. En na twee teugels rijden. Elke zijgang, elke overgang die je rijdt, rijd de achterhand van het paard naar zijn bit toe. Naar zijn hoofd toe. Heel goed. Ezra, super joh. Super joh, Ezra. Zijn neus een beetje links houden. Ja, zo ja. Goed zo. Sandra, heel goed. Hou vlot. Juist. Vanuit de activiteit van het achterbeen moet je je paard gymnastiseren. Super. Dus vanuit de activiteit en naar de goede manier aanleuning rijden, ga je je paard activeren, gymnastiseren. Sandra, hij wordt mooi. Heel goed. Heel goed. Houd been erbij, Sandra. Dat hij opvult van achteruit. Klasse, Ezra. Hoe voelt dat, Ezra? Heel goed. Hou zo. Wat dan een hoop mensen vergeten, dan kan ik in de online training nog niet goed genoeg naar voren brengen. Dan leren ze wel aan, ook mag niet trekken, mag niet in elkaar rijden, maar ze moeten wel ook zich realiseren dat er wat moet gebeuren. Hè? Zo'n paard moet zijn achterbenen wel optillen en naar voren brengen. Dan denken ze, ja, nou, bedenk ik liever aan het rijden, hoofdje hier, hoofdje daar. Ja, maar dat is natuurlijk, je bent wel aan het gymnastiseren, is het goed, dus dat vergeten ze dan een beetje. Er moet echt wat gebeuren hoor, met een paard. Blijf rijden, Sand, goed zo. Niet harder gaan, niet harder gaan. Kijk, het mooie vind ik, Sandra, toen jij, als jij die zijgangen mee rijdt, dan hou je de activiteit voor elkaar en je gaat niet zo hard meer. Dat is goed. Daar ben ik blij om. Goed zo. En nog een keer galopje mee pakken, San. Ezra, wissel die zijgangen nog eens af met wat galopwerk. Ja. Je hebt een mooie aanleuning, Ezra. Nog niet klaar hoor, maar wel goed. Dat is trouwens grappig, want meestal doen die paarden, die van Ezra is inderdaad links een beetje hol. Wat natuurlijk niet zo gek is, want dan mist de linkeroog, denk ik, hè? Mist de linkeroog, hè? Ik zo niet. Ja, goed, maar wel, ja. Ja. Dus die kijkt van zichzelf natuurlijk liefst een beetje. Ja. Ja, die wil dus met zijn recht, dat snap ik. Dat is heel menselijk. Ja, menselijk. Ja, heel paardelijk. Ja, maar dan, meestal doen die paarden dus hol worden met de achterhand binnen op de holle kant. Snap je? Kijk, dat vind ik veel begrijpelijker dan wat die op de andere hand doen. Naar de holle kant brengen ze meestal de achterhand naar binnen. Maar je kunt, dat is geen regel hoor, dat is geen wet. Hou aan elkaar, Sandra. Klasse, klasse. En in je hand begrensd houden. Ja, Sandra, daar. Verbinding houden met die mond. Super. Heel goed, Sandra. Misschien je aanwennen om je teugels nog een klein beetje korter te houden. Pak maar een galopje mee, Sam. Pak maar even een galopje mee als je wilt. Neem de tijd hoor. Geen haast. Mooi op verbinding houden. Goed zo, Sandra. En zoek een beetje in het begin een beetje een logische plek op hem aan te galopperen. Middellange zijde is niet de makkelijkste plek. Kan wel, dat zie je, maar... Blijf naar je hand toe rijden, Sandra. In die galop. Nog een keer aangalopperen. En verbinding houden met die mond. Sandra, goed. Verbinding houden. Klasse. Juist. En blijf, maak maar cirkel. Ik schreeuw wel erg of niet. Sorry. Blijf galopperen, Sandra. Zo ja, na je hand galopperen. Goed zo. Juist, achterbeen naar de voorkant rijden. Daar gaat het om. Daar gaat het om, Sandra. Ja, je doet het super, Sandra. Heel goed. En wat ook veel mensen altijd verbaast, dat ze veel harder moeten werken dan zich realiseren. Het is gewoon intensief werk voor paard en ruiter. Het is gewoon zo. Het is gewoon intensief werk. Klein beetje meer galop, Ezra. Heel klein beetje meer galop, sprong. Goed zo. Juist. Als je contra doet, moet je naar links zitten, Ezra. Naar de galopkant zitten. Dus je rechterbeen terug en dan een beetje naar links zitten. Dan help je je paard mee. Anders zit je een beetje uit balans en dan valt hij eerder uit. Oh. Ah, ik zat verkeerd. Dat was een toegift. Hij deed wel. Ja, heel goed. Blijf zo naar je hand rijden, Sandra. Hou verbinding met die mond. Zorg dat je hem van achteren blijft prikkelen, Sandra. En ontvang het in je hand. Begrens het in je hand. Niet te hard hoor, Sand. Niet te hard hoor. Hou je buitenteugel erbij.
Ja, buitenteugel bijhouden, aan elkaar houden. Twee teugels aan, niet te veel jagen, Sandra. Niet te veel jagen, dan wordt het rommelig. En zelf mee zit. Nou even rechtuit gaan, Sandra. Even een mooie lijn rijden. Ja, mag ook een volte, maar niet weer zo'n kronkel rijden. Goed zo, denk aan die impuls, Esra, hè? Dat is belangrijk, dat je door blijft werken, dat die achterbenen doorkomen naar voren. Goed zo. Goed zo, Sam. Hou aan de gang. Prima, blijf erbij. Goed zo. Juist, zo aan elkaar houden. Prima. Doe dat nog maar niet te gek veel in de galop, Esra. Doe het nog maar een keer in stap en in draf, zo, Esra. Nog een keer met die neus wat. Laat ik het maar een soort schouder buitenwaarts noemen. Het is een beetje wijken meer, maar dat maakt niet uit. Goed zo, hè, Sandra. Hou verbinding met die mond. Klasse. Heel goed, Sam. Je hoeft niet harder. Het is goed dat je zo actief rijdt. Heel goed. Juist. Ik vind dat je in de galop, Esra, een klein beetje meer mag vragen. Klein beetje meer. Zo, ja. Naar voren, naar je hand toe. Goed zo, Esra. Zo, ja. Goed zo, Esra. Dat hij een klein beetje meer werkt in dat achterbeen zo. Je aanleuning is er goed genoeg voor om nog wat meer te vragen, Esra. Doe je super zo. Hou hem aan elkaar zo. Juist, zo aan elkaar houden. Esra, klasse joh. Super. Nou in de overgang naar draf zo houden, hè. Ja. Niet weggeven. Verbinding houden en zo gaan draven. En rustig eraan blijven en draven. Goed zo. Zo houden, Esra. Prima. Mooi. Heel mooi. Aan de overkant een keer een beetje schouder voordraven, Esra. Zodat de schouder voor is, half schouder binnenwaarts. Je kunt Sandra ook al een beetje, in plaats van met die neus naar de muur, ook een beetje schouder voor gaan rijden, Sandra. Hè? En weer even, niet te lang doen, Esra. Okay. En rij dan aan het eind een volte, dat je weer een beetje door die buiging heen komt. Dus je probeert die schouder binnenwaarts, die schouder voor, te gebruiken om door die lengtebuiging rechts heen te komen. Het met je rechterbeen bij de singel probeer je te beginnen met wat buiging in dat ribbengedeelte. Dat is maar heel beperkt hoor. Maar je kunt wel iets van die binnenkant afkomen, laat ik het zo maar zeggen. Goed zo. Het is vaak meer het wegduwen van het leunen naar rechts als het buigen naar rechts. Dat is niet duidelijk, denk ik. Goed zo, Esra. Hou actief. Juist. Juist, Esra, super. Zo houden. Goed zo. Aan elkaar houden. Blijf erbij. Blijf erbij. Goed zo. Prima. Ook goed naar voren gereden zonder hem uit elkaar te rijden. Als je in de proef zou doen, zou ze te weinig vinden. Ik vond het goed voor nu. Maar als je nu meer vraagt, raak je hem kwijt. Even een keer naar stap rijden, Esra. Actief naar stap. Doorstap. Kijk, iedereen zou zeggen, hij komt tegen de hand. Ik zeg, hij valt terug. Snap je? Ja. Yeah. Dus hij valt terug en dan komt hij, doet hij zo. Ja. Als hij naar voren is, blijft hij naar je hand. Even lang laten, Esra. Esra, iets te vragen zover? Nee, ja, wat ik eigenlijk normaal gesproken toch zou doen is... kijken of ik er daar wat honderd er doorheen zou kunnen zetten. Ja, waarom? Ja. Ja, dat is eigenlijk iets wat ik altijd vroeg. Ja, ik vraag het ook, ik zei het een beetje bot, maar zo bedoel ik het niet, hè. Want wat jij nu hebt, hè, ik hoop dat je terug kunt zien in de video, zo moet hij lopen, hè. Ja. Zo moet hij lopen, hè. Zo kom je dus, maar dat is dan net waar wij het over hadden. Dus een van de hele belangrijke doelstellingen van mij is om mensen wakker te maken. Wat wil ik nou met mijn paard voor elkaar? Waarom zou ik nou het hoofd en het hals van het paard ronder en lager maken dan wanneer die mooie balans aan twee teugels loopt. Dat zit er zo in. Ja. Dat is echt jammer. Ja, ik bedoel het niet persoonlijk, maar dat snap je, hè? Nee, dat snap je. Oké, ja, soms ben ik een beetje bot, maar dat bedoel ik niet, hoor. Dus ik vind dat, weet je, wat nou een heel belangrijk punt is, moet je even opletten. Die laatste overgang die je maakt, van draf naar stap, en dan komt hij, dan draaft hij, doet hij zo. Ja. Dan zegt dus iedereen tegen jou, hou hem er meer door. Ja. Ik zeg, hou hem meer voorwaarts. Want hij doet zo op de rem. Dus als je hem dan naar voren hebt, dan blijft hij vanzelf daarheen aan het wip. Ja. Snap je het verschil? Ja. Dus hoe meer wij ons in het voorwaarts richten, met de achterbenen naar voren naar het bit toegewerkt. Ja. Op de eerste plaats krijgen we een veel beter ontwikkeld paard.
veel comfortabeler paard. In de tweede plaats krijgen we ook een paard wat helemaal niet in de aanleuning gestoord wordt, maar wat ontwikkeld wordt op het plekje waar we moeten ontwikkelen. Moet naar met zijn achterhand komen. Ja. Sandra, iets te vragen, zover? Nee, eigenlijk. Wat jij nog in de gaten moet houden, San? De energie die jij in je paard stopt vind ik prima. Maar je moet die energie nog iets meer gebundeld houden. Dat is het moeilijke eigenlijk bij deze. Ja. Nee, maar dat komt eigenlijk... Dat komt eigenlijk omdat je hem te veel uit elkaar hebt laten lopen. Dus als je dat voor weg, als de emmer ver weg staat, moet je altijd met die strame hoop... Straal nog verder over, ik haal die emmer niet, bij wijze van spreken. Als je die emmer wat dichterbij zet, begrijp je wat... Ja, mijn voorbeeld met die emmer is een beetje raar, maar er zit wel veel in. Ja, dat is heel grappig. Weet je hoe ik erachter kwam? Ik ging naar Johannesburg en daar had ik 2 dagen een clinic, 3 dagen clinic en na de 2e dag had ik een seminar. En ik heb heel veel mensen zien paardrijden in mijn leven. Hè? Maar wat ik daar zag toen was ik een klein beetje denk, ja, ik weet niet waar ik beginnen moet. Want het was zo variabel van 2 redelijk goede Grand Prix ruiters, echt waar, was ik verbaasd over. Van mensen die alles deden en er helemaal niet wisten wat ze doen moesten. Snap je? Dus het was zo variabel. Ik wist niet hoe of wat. En toen was het natuurlijk voordat dat seminar begon, was iemand de bak aan het spuiten. En er stond zo'n emmer in de bak met mest. Toen dacht ik, hey, toen kwam dat verhaaltje van die emmer met die slang. Ik denk, ja, dat moet ik wel, vond ik wel een mooie... Die houden we erin. Mooi, ja, dat, soms kun je ineens mensen iets duidelijk maken door een voorbeeld te geven. Weet je wat John Swaap, hebben jullie misschien niet gekend, wat die eens een keer tegen iemand zei, vond ik ook wel leuk. Die had zo'n fluitje van de kermis, ken je dat, wat zo uitrolt, zo. Ja. Dan blaas je zo. Ja, hij zegt, aanleuning is dat. Nou heb ik aanleuning, zeg. Als ik te zacht blaas, haal ik mijn aanleuning niet. Ja, ja. Te dicht. Vond ik ook wel goed. Ja, ja. Dat is net eigenlijk zoiets. Dat, ja. Spreekt het wel aan, Sam? Ja, zeker. Oké, okay. Pak nog 1 keer op. En wat ik nou graag wil, dat jullie voor jezelf gaan proberen... een link te leggen tussen deze manier van aan de teugel rijden. Klinkt een beetje stom, hè? Nee, dat is niet de riem van de schaf manier, hoor. Maar zo staat het in het boek ook, hè? Gelukkig. Ik heb het niet uitgevonden, hè? Ik heb het gewoon geleerd. Want de anderen hebben het mij geleerd. Hè, maar deze manier van aan de teugel rijden... in combinatie met zijgangen en overgangen. Maar wel met die impuls. Dus wel met die achterbenen zo... geprikkeld naar de voorkant toe. Ja? Pak nog 1 keer op. Pak een wat ik... ook heel moeilijk vind, hè? Ja. Is als ik aan mijn oppak. Ja. En ik probeer juist de aanleiding te krijgen. Of ga ik de achtergrond. Ja, dus heb je me niet aan. Wat dus. Nou, laat hem eens opnieuw lang. Moet hem even lang laten. Want dan als je op mijn been zo kort stappen, zoals een Shetlander. Ja. Ja, maar weet je wat zo grappig is? Je vraagt het heerlijk, dat vind ik leuk. Je vraagt het zo lekker open. Weet je wat het punt is? Je moet dus contact nemen met de mond. Zonder dat je verder iets anders vraagt van je paard. En dan ga je vanuit je drijven van dat contact aanleuning maken. Dus jij pakt contact met... Contact mag jij nemen. Dus je maakt van een losse teugel, een waslijntje, maak je contactteugel. Ja, en dan vraag je niks. En dan gaat jou drijven... het lichaam beïnvloeden en dan gaat hij trekken. Je laat gewoon trekken, je gaat gewoon door met je hand, je gaat gewoon door. Soms duurt het 2 meter, soms duurt het 10 rondjes. Nou, dat is jammer dan, duurt het 10 rotte rondjes, schat. Maar als je dan doorgaat, worden die 10... En nou, verbinding houden en doorrijden. Kijk. Nou, heb je hem al. Verbinding houden, iets optillen, die neus is niet los, en verbinding rijden. Juist. Juist. En als je dat doet, gaat dat ponystapje eruit. En anders blijft hij heel zijn leven ponystapje houden, geloof mij maar. Stap naar de hand, hij mag niet loslaten, hè. Dus hij moet niet de kin naar jou toe knikken. Hij moet vraag naar je hand toe maken. Goed zo. En dan heb je dus vanuit je drijven. Het is echt, het staat in elk goed boek. Elk goed boek staat het zo. Echt waar. Het is wel de uitvoering ook wel moeilijk. Nee. Het is je anders geleerd. Ja. Snap je? Dus die uitvoering kun jij. Want dit is makkelijker dan wat jou geleerd is. Dit is echt makkelijker. Nou ja, je probeert het al 5 minuten. En dat andere probeer je al 10 jaar. Nou ja, 5 jaar. Snap je? Dus dat zit nog een beetje oud zeer bij je paard en bij jou. Logisch. Maar als je nou je been aandrukt en naar draf toe gaat... en je houdt verbinding, krijg je gewoon aanleuning, kun je gewoon draven. En dan doe je dat voortaan in stand. Ga maar rijden. Hou me gewoon aan de hand en ga maar rijden. Komt vanzelf goed. Juist.
Nou, dat krijg je straks in Stappo. Ik weet alleen niet of dat 3 dagen duurt of 3 weken of 2 maanden. Maar geen 2 maanden, dat weet ik zeker. Kijk, nou heb je hem alweer. Top. Mooi, hè? Heel mooi, Ezra. Super. Ezra, toch? Ja. Ging hij strijven. Klasse, Ezra. Super. Zo, ja. Vul maar op met je been naar je hand. Super doe je het. Duidelijk of niet? Ja, hè? Het wordt veel gecompliceerder gemaakt dan het is. En dan komen er termen bij van over de rug en door de hals. En je moet je paard aan de hand rijden. En als je hem van achter naar voren aan de hand rijdt... Klasse, Ezra. Super. Zo hoort een paard te lopen. Het is nog een leuk paard ook, hè? Ja. Goed zo, San. Vul op met je benen. Vul op met je benen, San. Want hij is er niet achter, hoor. Doorrijden. Doorrijden. Niet tegenhouden. Doorrijden. Ga maar licht rijden, hou verbinding. Want hij dacht dat hij klaar was. Dus je moet je opvullen met je been en naar de nek toe rijden. Verbinding houden. Weet je wat de nek zit? Ja, hè? De nek is het laatste stukje van de hals, hè? Gewoon verbinding houden. Niet te dol. Gewoon doorgaan, Sam. Gewoon verbinding houden en doorrijden. Juist. Sandra, daar. En natuurlijk is hij nog niet recht. En natuurlijk zwaait hij met zijn benen. Maar naar het bit toe rijden. Goed zo, niet te dol, niet te dol, niet te dol, Sandra. Je kan ook overdrijven, hoor. Je kan de kraan ook te ver openzetten. Goed zo, daar heb je hem, San. Daar heb je hem, San. Hou zo. Heel mooi, allebei goed, allebei goed. Ezra, super. Iets je been erbij, Ezra. Nog een klein beetje prikkeltje even aan het achterbeen. Ze hebben er erin, ze mogen wel in. Ja, volgens mij zitten we nu precies in een 3/4. Oh, daar gaat niet helemaal zijn staan. Ik zie hun daar buiten staan, zie je? Oh ja, ja. Dus dat hebben we niet bewust gedaan, maar dus bij toeval kun je van het bankje alles zien wat er buiten gebeurt. Als een van jullie ze wil halen, ze mogen dan in, hoor. Ik heb wel het idee dat hij nog toe wil. Ja, maar Sandra, je mag ze gewoon op de gang op gaan halen. Ja, die buitendeur kan ook, maar doe ze door de stalgang. Sandra... Wat jij nu doet, is je paard op de goede manier opzetten om zo aan elkaar te komen. En als je dat, en hem niet te veel naar rechts buigen, San. Als je dat volhoudt, Sandra, dan zul je zien dat je over 3 weken al een ander paard hebt. Heus. Maar het is niet dan ineens wereldkampioen, maar dat snap je wel. Maar hij kan wel aan elkaar komen. En je geklapperende aanleuning is dan doorrijden, Sandra. Hè? Doorrijden, hè? Doorrijden, hè? Verbinding houden en doorrijden. Begrens dat maar. Juist. Kijk, en dat stukje, ja, dat is even zwaar en even onprettig. Oké, dat hoort erbij. Hou in de gaten, Ezra, dat je met voldoende impuls blijft rijden, hoor. Niet harder gaan, San. Dan jaag je hem uit elkaar. Ja, Ezra. Sandra, mooi. Goed zo. Even deur vrij houden, dames. Geleidelijk aan uitwerken, Sandra. En dan ga je naar stap en dan... Doe maar 2 deuren open, hè? Ja, doe maar allebei open, is beter. Je weet nooit. Goed zo, Ezra. Hou maar aanleuning en rij maar door. Kijk, je ziet een paard mooi worden als ze zo lopen, hè? Ja. Niet korter maken, Sandra. Als je hem hals laat strekken, Sandra, moet je hem niet achter de loodlijn rijden. Moet je hem naar voren hals laten staan, net als in de proef. Moet je voor een lijm te veel hals trekken. Dan sta je meer toe dan die meeneemt. Snap je? Je moet niet meer toestaan dan je paard meeneemt. Dan is hij in zijn lijf nog niet aan meer hals trekken toe. Moet je straks maar even overleggen, Sam. We hebben een krukje in de gang staan, dames. Staat daar. Want wij vinden dit lekker, dit hals. Hoppa! Wij vinden dit lekker, hals. Want het heeft alleen maar nut als je de hand meeneemt in verbinding. Ja. Hou verbinding, Ezra. Niet helemaal loslaten. Hou verbinding. Sandra, je moet je paard niet meer hals laten strekken dan dat hij met aanleuning mee wil nemen. Snap je me, Sam? Ja. Dus als hij 2 centimeter meeneemt, laat hem 2 centimeter hals trekken.
En als hij 10 meeneemt, dan 10 strek en 20, 20. Maar als hij maar 2 meeneemt, neem je geen maar 2 centimeter mee. Alle halsstrekken waarbij hij geen verbinding houdt, heeft op het lichaam geen positieve invloed. Stap maar, Sam. Stap maar, Ezra.